Ik sta hier voor het partijkantoor van Forum voor Democratie. Er is vanochtend vroeg weer een bekladding geweest. Onze sloten zijn vernield. Er zijn leuzen op straat en op onze deur geschreven. En de politie is nu bezig. We hebben natuurlijk aangifte gedaan. We gaan proberen de daders op te sporen. Maar het is een trend. Het past in een patroon van bedreigingen, van demonisering, van hatelijkheden. En ik betreur dat ten zeerste. Het is echt een nieuwe sfeer in Nederland van hysterie. Wat er ook stond in Baudet Loves Poetin, nou, dat is natuurlijk typisch het frame wat in de media wordt neergezet, wat totale onzin is. We hebben op geen enkele manier liefde of een soort pro-Rusland, pro-Poetin verhaal. Wij zeggen alleen, er moet een diplomatieke oplossing komen. De slachtoffers in Oekraïne, die moeten we helpen en beschermen. En dat kan niet door nu door te gaan op het pad richting een derde wereldoorlog. Dat is ons verhaal. Maar het wordt zo geframed. Eigenlijk net als met corona 2 jaar geleden. Dat iedereen die vragen stelde bij het beleid, die had bloed aan zijn handen. Die was ervoor dat mensen stierven enzovoorts. Hetzelfde principe, zelfde mechanisme. En door die cancel culture, door het feit dat in de media en in de politiek op geen enkele manier een normaal debat gevoerd kan worden. Wij worden overal uitgesloten. De documentaire van Gideon kan niet worden vertoond in de Pathé bioscopen, noem het allemaal op. Daardoor blijft dat waanbeeld, die framing, blijft bestaan. En je ziet wat het gevolg daarvan is. We zitten echt op een heel verkeerd spoor als samenleving, waarbij de open discussie volledig wordt gesmoord. Mensen die vragen stellen en die een andere visie hebben, gedemoniseerd worden tot aan dit soort vernielingen en bedreigingen aan toe. Het moet stoppen zo vlak voor de verkiezingen. Dit is het moment om het gesprek te heropenen in de samenleving. Om te stoppen met deze bizarre demonisering en framing. Want dit mag niet de toekomst worden van Nederland.